Yo mensen, Jaraski hier. Welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Far Cry 5 Let's Play aflevering hier op mijn kanaal Jaraski Plays. Wij zijn natuurlijk aan het einde van de vorige aflevering door Jacob zijn jagers gepakt. We hebben weer een pijl door ons heen gekregen en we zijn dus nu waarschijnlijk weer gevangen genomen door Jacob. Hoe dat gaat aflopen, dat ga je zien in de aflevering van vandaag. Dus ram natuurlijk zo zijn kaart op de like-up als je het leuk vindt. En dan ben ik benieuwd waar we nu zijn beland. One of you will be strong. Not again. Get out of here, peaches. Hey, de vader is er ook. Ik moet jullie alle twee hebben, jongens. I know you are in pain. The Lord giveth and the Lord taketh, huh? You're not the only one to be tested. Did you know that I had a wife? So beautiful, isn't she? We were pregnant with our first child. And we were just babies ourselves, really. And I was terrified. I'm becoming a father. Mostly about money. She wasn't worried. She had faith that things were going to work out. She always had faith. And one day she was going to go visit a friend. There was an accident. The Lord take it. They rushed me to a hospital and put me in a room with this little pink bundle stuffed with tubes. And they said that I had to be strong because my little girl was going to live. God was looking out for our daughter. And they left me alone in the room with her. I just stared at my daughter. So helpless, so innocent. And all she had in the world was me. Or nobody from nowhere with nothing. And in that moment, I knew that God was testing me. He was laying out a path before me, and all I had to do was choose. So I put my hand on my little girl's head. And I leaned in and I could smell her. And we prayed together. Prayed for wisdom. Prayed for strength. And I knew. I heard God's plan for me. I took my fingers and I put them on that little plastic tube that was taped to her angelic face and I pinched it shut. And after a little while, her legs began to kick and kick. And then nothing. Stillness. Release. The Lord giveth and the Lord take. Pain, sacrifice, these are all part of his test. And we have to prove that we can serve God, no matter what he asks. You've done well. Lekker verhaal, bro. Jesus. Gaat hij ons nou weer gewoon laten spacen of hoe zit het? Hij heeft een soort van muziekkastje. Door de muziek die je hoort, of door de tikken dat je hoort, daardoor raak je in zo'n trance. Oh nee, hè. Oh nee, hè. Moet het nou nog een keer doen? We zijn weer in deze kamer. We moeten het gewoon nog een keer doen.
Oh, dan zijn we weer. Weer in dat ene gebouw gewoon. Oké, we gaan ervoor. 45 seconden op de klok, jongens. Got you. Got you. Nu weet ik het wel uit mijn hoofd eigenlijk. Oké, dan rennen we door. Dan staat er hierheen. Ja. Oh, ik heb hem nog niet. Dan hebben we hierheen. Nee, dankjewel. Dag. Good. Call the herd. Hier weer een shotgun. Ja, dit is even spacend. Oh, wat de heck. Er loopt er opeens een vogel. Of een hert. Sorry. Het hert had dieper volgens mij vorige keer niet. Maar dat kan ook aan mij liggen. Ik ben de weg kwijt. Thank you. Oh, achter me nog heen. Doei, doei. Doorlopen. Call the bird! Kennen wij het hier al? Dat maakt het wel wat makkelijker, want het is natuurlijk de tweede keer dat we hier zijn. Well done, well done. Thank you, my bro. No, hier moeten we via perfect. Boven, dat weet ik ook nog. Huh? Durf je kop te laten zien dan? Ik heb nog een paar kogeltjes. We zijn gelukkig in één kogel dood allemaal. En nu zijn we er weer. Oh nee, wat? Oh, dit hebben we nog niet gehad. Wacht eens even. Nu zijn we ergens waar ik vorige keer niet ben geweest. Good. Not bad. Oh! Uh-oh, was dat de laatste? Hier waren we vorige keer niet geweest, want die lijn machine hadden we vorige keer niet gehad. Maar, wie... Sowieso, je zit in een trance, maar vermoord je nou echte mensen of vermoord je nou allemaal nep mensen? Of... Die Jacob is helemaal gek ook gewoon, jongen. Waar zijn wij? We liggen in een plas bloed volgens mij, hoor. Ja, ja, oké. Okay. Uh-oh. Bro. Gelukkig leven we nog wel, maar... Wacht even, waar zijn we? Ik wil eerst even weten waar we zijn. Oh, helemaal hier, joh. Holy knetter. We zijn helemaal hier. Wow, yo, joh. Hij heeft ons heel ergens anders afgezet. Ik weet nou niet of wij... Nou, als laatste een echt iemand hebben vermoord. Want er liggen natuurlijk wel allemaal lichamen naast ons. Of dat wij... gewoon allemaal fictie mensen hebben vermoord. Actions speak louder than words. People are coming from all over to join the Whitetails. Nice. Giving them hope again. That's been a long time coming. Yep. A long time. Awesome. Dus sluiten steeds meer mensen zichzelf aan bij de Whitetails. Oftewel, bij natuurlijk de groep mensen die mij hebben geholpen. Ja, ik zit een beetje vast, mevrouw. We gaan weer verder hoor. Dus dat is sowieso super chill natuurlijk. Maar we moeten nog steeds... Maar we moeten nog steeds Jacob zien te krijgen. En natuurlijk de vader moeten we nog zien te krijgen. Hier naar links. Dat is volgens mij nog niet zo heel erg makkelijk als ik het zo begrijp. Elke keer als we dan bij hem zijn en door hem natuurlijk worden opgepakt. Stopt hij ons in een rare, rare trance, joh. Maar we halen het wel steeds. Het is, we zitten iedereen daar te vermoorden. Maar ik weet nog niet of dat... Dat echt heel handig is. Kijk, hier is de bunker. Hop. Dus gaan we meteen weer even kijken wat ze voor ons in petto hebben. We zijn deze keer niet gered in ieder geval. We zijn er deze keer zelf uitgekomen. Zo, hallo, daar ben ik weer hoor. Hier zit ergens de ingang. Yes, sir. Gaan we eens even kijken wat mevrouwtje te zeggen heeft, hoor. Oh, oh, oh. Oh, moet ik even kloppen?
Dus doe het even opnieuw, ja? Knock, knock. Hallo! Hallo! Still not knocking? Nee, sorry. Wasn't sure you'd come back. But I guess you're full of surprises. This squealer here ran security up at the chalet. Lucky for us, he wasn't that good at his job and wound up in my kiddie pool. Seems the place is being used as a training ground for the Chosen. If you've seen them in action, you know how ruthless they are. You know what Jacob taught them to use for target practice? Live bodies. Gets their first kill jitters out of the way. These motherfuckers don't value any life that ain't in their cult. And they need to be put down like the dogs they are. So you're gonna head up to that chalet. You're gonna kill every Chosen you see, and you're gonna rig that building with explosives. And then we're gonna watch that whole fucking place turn into a smoldering heap of ash. Okay. Okay. Ik vind het best. Ik vind het best. We moeten de Stone Ridge Chatel zien te bereiken. Heb jij nog wat te zeggen of niet? I'm never gonna judge you, and I expect the same in return. What matters most to Whitetails is taking down Jacob. Ik ook. Ik ook, meneer. Laten we gewoon naartoe gaan. Ik heb echt geen flauw idee hoe gek dat mens is, maar we moeten de hele boel hier in ieder geval opblazen. Explosieven plaatsen en weet ik wat allemaal. Dus we rijden er gewoon naartoe. En dan zien we het natuurlijk vanzelf wel. Hop, het is 900 meter verderop, dus we zijn er ook zo. We zijn er alweer bijna, op 200 meter. En dan wordt het gunblazing volgens mij. Dan moet ik er echt hard in gaan. Peaches! Capsal, easy. Ik weet niet wat dit voor wolven waren, maar die zagen er niet heel lekker uit, kan ik je zeggen. Leef je nog? Ja, hè? Wacht, ik wil mijn wapen warmen. Ik zal je er even uithalen, moet je heel veel blijven liggen. Hop! I'm fucking toast! We tried to tell this Skylar girl to get out of here. But she says she won't leave without this admiral fish of hers. Maybe if you help her out, she'll wise up. Ik wilde wel helpen, maar ik ben letterlijk nu bezig, ouwe. Ik moet namelijk die kant op. Alsjeblieft, hè, bij de way dat ik eruit heb gehaald. Geen dank hoor, jongen, geen dank. We gaan eerst eens eventjes naar dat plekje toe. Waar we naartoe moeten. Dan kan ik hem wel helpen. Er wordt zoveel geschoten, jongen, hier rechts van me. Het is niet gezond. Maar die zitten niet op de plek waar wij moeten zijn. Dus ik laat ze ook gewoon lekker schieten. Want wij moeten hier zijn. There's choppers in the area. Place is a goddamn fortress. Cool. Oké. Okay. Ik denk dat de uitverkorenen niet heel makkelijk zijn om te vermoorden. Maar misschien zijn ze dat wel. Oh. Oké, headshotje zijn ze in één keer dood. Ah, lijken. Dan hebben we er al één neer. En we hoeven er maar twee. En daarna moeten we natuurlijk wel nog alle explosieven ook plaatsen. Dus het is niet dat we daarna klaar zijn. Niemand daar. Ancient men were killers. They were tenacious. And they were strong. Now where are we? Ik ga gewoon naar binnen. Ik weet niet waar ze allemaal zitten, maar ik ga gewoon naar binnen. Culture and technology hasn't improved us. It's brought us to our knees. If our ancestors could see us now, they would be ashamed. Zo, oh, ze zitten allemaal pietjes te schieten volgens mij. Pietjes zijn gek, jongen. Ze zitten hier allemaal, joh. Oh, pietjes heeft hem. Oh my god. Pietjes heeft ze gewoon vermoord. Pietjes is wel zelf ook vermoord. Dat is natuurlijk eventjes wat anders. Ik kom je helpen op Pietjes.
Ze heeft gewoon die andere uitverkorene beneden gepakt, joh, die gek. Geniaal, ouwe. Goodbye. Ik kom jou op, Pietje. Ik kom eens even naar beneden, namelijk. Oh, dit is een sterke. Oh, dit is een sterke. Pietjes, blijf liggen. Ik kom jou eerst helpen. Oh, 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 rustig aan. Zo, jammer hè, als je helmpje eraf gaat. Dat is nou jammer, jongen. Hé, hey, Pietjes, ik zweer het je bent één grote baas in, ouwe. Ja, ze pakt er gewoon weer een. Ik heb je geholpen, alsjeblieft. Super dope, jongen. Ik zweer het je. Ik dacht, die andere uitverkorene staat ergens onder me. Dat weet ik. Ik zat zo gewoon rustig te zoeken. Maar Pietjes dacht, weet je wat wij doen? Ik pak er gewoon zelf, want je doet het te lang over. Nou ja, hé. Hey, ik vind het goed. Oké, okay, één explosief hier plaatsen. Staat er nou echt een middelvinger op? Oh my god, er staat echt een middelvinger op. Wat een baas. De andere moet boven worden geplaatst. Dus laten we sowieso ook even naar boven lopen. Moet hij nog? Hij moet nog een etage naar boven. Hij moet helemaal boven worden geplaatst. Hier zo. Oh, oh, we hebben tijd. We hebben tijd. We hebben tijd. Weg hier. Pietjes! Ik hoop dat ze achter me aan loopt. Pietje, jij bent er. Lekker hoor. Kaputos. Zo doen we dat. Awesome. Goed gedaan, meid. Ain't that a pretty sight? Good fucking riddance. You gotta understand something, Deb. No one comes back from Jacob's chair the same. I've seen it. First hand. You go in one way, and you come out another. Eli thinks you're clear, but only time will tell. Anyhow, sowieso clear. Plenty more to do back at the Wolf's Den. Stop by if you're around, and thanks, Deb, for all you've been doing. No problemo, mevrouw, no problemo. Nou, die is dus ook weer blij met ons. We hebben er weer geholpen. En oh my god. Zo vermoorden ze er ook veel, joh. The human brain is a fascinating thing. Once you start poking around in there, it's surprising what you get it to do under the right circumstances. You're familiar with the term classical conditioning, right, deputy? It's where a conditioned stimulus, say a song, leads to a reflective response. In this case, to train, to kill, to sacrifice. Okay, Jacob. Okay, jongen, ik vind het best. Even kijken, waar zitten we? We zitten helemaal hier. Ik wil eigenlijk eventjes richting Feng gaan. Want Feng, dat is een beer. En ik denk dat we de beer moeten gaan bevrijden. Dus we gaan gewoon hier naartoe. Dan gaan we eens even kijken of wij Feng kunnen bevrijden. Want dat is natuurlijk ook iemand die ons kan gaan helpen. Dat is ook een hulpje. Net zoals Peaches die natuurlijk naast me staat. Dus op naar het Feng Centrum. Uh-oh. Nee. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Nee! Ik was bijna bij het Feng Centrum. Uh-oh. Oh my god, ik was serieus daarna onderweg. Ik dacht, relaxed, weet je, we zijn er bijna. En dan gebeurt dit. Oh, godverdamme, ouwe. Je wordt rustig opgegeten. Oh, you must be hungry. Yeah. Did you know it takes 10 days for civilization to collapse? Yeah. You take away a man's basic needs, and he will revert to his primordial instincts in just 10 days. That's a difficult thing to understand unless you've lived it. Well, I was in Iraq during the first Gulf War. 82nd Airborne All-Americans. Hoorah! One night there was an ambush. And me and this guy named Miller got separated from the unit. No food. No radio. Nearest base,
200 clicks to the south, so we just started walking. Well, by the third day, I knew we were lost. Day six, ran out of water. You know what that's like, don't you? Difficult to swallow. On the seventh day, Miller's legs started going all wonky. Did you know your brain starts to eat your muscles in order to survive? That's why you're so goddamn skinny. And by the eighth day, the wolves were closing in. And I looked at Miller and I could tell we were as good as dead. And I accepted that. And in that acceptance came clarity. You see, I wasn't just looking at Miller. I was looking at an opportunity. And it wasn't something I wanted. It was something that I had to do. It was my test. You see, Miller's sacrifice wasn't about me walking out of that desert. It was about bringing me here. Dat is een stomme muziekkastje weer hoor. Nee, ga weg. Your purpose. You'll understand that soon enough. Niet weer hoor. Niet weer hoor. Brother. Oh my. We hebben 25 seconden nu. In plaats van 45 seconden hebben we 25 seconden. Oké, dan gaan we weer. Gelukkig kennen we de route nu. Good. Call the Thanks. Hij kent de weg nu, hè, bro. Dat is jammer, hè, dat ik de weg ken. Er liep nu een wolf, zag je dat, in plaats van... Er liep nu een wolf in plaats van een hert. Oh, het zijn er nu iets meer dan net. Well done. Thank you, brother. Ik neem gewoon nog een keer het wapentje mee. Huh. Die staan er weer achter, hè, jongens. Ja. Dat weet ik zo langzamerhand wel, ja. Sacrifice. Naar beneden toe. Hoppa. Dan pakken we de lijn machine op. Die neem ik wel mee, namelijk. En nu wordt het druk. Bro, echt serieus. Kill, kill, kill. Good. No, you. Ze raken je ook nog, jongen. Het zijn ook steeds dezelfde mensen. Dus het kan niet dat wij echte mensen worden. En hier staat die man. Maar wie ben jij? Wie ben jij? Perfect. Dankjewel. Worden we gered of niet? Okay, and we're gonna get out of here. Okay, only you, only you. Hey, what about me? What about me? You aren't strong enough. You have to get out of here before it starts again. Follow me. Ga jij niet mee dan? Hij is dus ook nog normaal, zeg maar. Hij doet wel alles voor die gast. Maar ja, hij weet ook dat als hij dat niet doet, dat hij natuurlijk ook wordt vermoord. Maar hij helpt ons nu wel. Hoop ik tenminste. He knows you're ready to do it. Look. Trials. See? He's got it all planned out. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Then he's got you. It becomes second nature routine. It gets in your head. And you don't even realize it. You can't ever go back. You understand? You can't ever go back. Come on. Truck. My truck's gotta be there. Gotta get on the truck. Hij gaat zelf ook weg. Niet.
studied the raft for weeks. It's the only way out. You'll be safe if you don't. They're gone! Find them! That's an order! Uh-oh. Search everywhere! Move, let's go! No, 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 not yet! Not yet! Oh, fuck! Fuck! No! Uh-oh. Ze starten gewoon de machine. Ze starten. Sorry. Wow, bro! Liggen we nou op die auto of niet? Volgens mij liggen we op die auto. Volgens mij heeft hij ons op die auto geduwd. Maar hij startte. Ze starten dus gewoon een muziekje. En daardoor kom je dus in die soort van transe zitten. Dus hij wist dat we waren ontsnapt. Starten ze dat muziekje en dan lig je toch weer op de grond. Maar de vraag is, waar zijn we nu? We liggen op die truck, ja, kijk maar. Dit is de bovenkant van die truck. Ja, 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 ja. Wat een baas, ouwe. Wat een baas. Hij heeft ons gewoon op die truck gegooid. En we zijn op die manier dus nu ontsnapt. Awesome! Deputy, if you copy, it's Eli. I don't know where you've gone and disappeared to, but shit. We really kicked the hornet's nest. I know you're probably out there trying to get your friend Pratt back, but us whitetails could still use a hand. Anyways, you know where to find us. Ik weet inderdaad waar ik jullie kan vinden. Ik ga er ook op af ook. Maar hij heeft ons dus nu geholpen. Ik had mezelf al ingesloten voor als ze weer om me afkwamen. Dus vandaar. Hey Depp. Not sure where you've been, but you should head on over to the crossroads where the grill streak used to be. They've got something up on the screen there you've got to see. Got the target in my sights. Cool. Oké, we gaan gewoon weer onderweg. We gaan gewoon weer rijden. En dan... Holy knetter, wat doe jij hier? Pietjes, pak hem. Alsjeblieft, Pietjes. En dan zien we het vanzelf al. We zijn voor de derde keer nu ontsnapt. Althans, de eerste keer zijn we gered. De derde keer zijn we gered door die gast die erin zit. Die we natuurlijk kennen. En de tweede keer zijn we er zelf uitgekomen. Dus ik ben benieuwd hoe het de vierde keer gaat. Maar waar zitten wij nu precies? Want volgens mij zitten we echt weer in de middle of nowhere. Hij was gewoon hier afgezet, dit trucje. We gaan nog steeds door naar Feng Centrum. Dus daar waren we natuurlijk mee bezig. Dus in de volgende aflevering gaan we daar naartoe. Zien we vanzelf hoe het natuurlijk verder gaat. Dus mocht jullie hebben genoten, ram natuurlijk zoals keihard blijkt. Dat zou ik super doof vinden. Bedankt natuurlijk allemaal voor de support. Bedankt natuurlijk ook allemaal voor het kijken. En hopelijk ook weer, zoals altijd, tot de volgende keer. Bye bye mensen.